Hallo, welkom bij deze aflevering waarin ik ga vertellen wat het ecologische effect is van een mountainbike route. Het is eigenlijk een soort ingelaste aflevering. We hadden er 14 gepland, dus dit is de 15e. Want er is op dit moment zoveel gaande. Rechtszaken, bezwarenprocedures, noem maar op. En ik denk toch dat het leuk is om te weten wat er nou precies achter zit, achter die mountainbike routes. Hoe werkt dat nou met die ecologie? Als we het hebben over verstoring, wat bedoelen we daar nou precies mee? Want het is een term die eigenlijk heel erg ingewikkeld is. Ik heb daar een figuur voor. En daarin het bovenste stukje laat zien dat het begint met waarneming van een dier. Die ziet een, of die ruikt, of die hoort een recreant. Dan treedt er een fysiologische reactie op. Er worden eventueel stresshormonen aangemaakt, zijn hartslag gaat omhoog. Maar je ziet ook een gedragsverandering. En dat is eigenlijk wat het meeste mensen zien als verstoring. Ze zien een gedragsverandering en dat is dan de verstoring. Het merendeel van het wetenschappelijk onderzoek richt zich daar ook op, omdat dat goed te onderzoeken is. Maar het gaat nog veel verder, die verstoring. Je hebt die fysiologische verandering en die gedragsverandering. En dat kan invloed hebben op de voortplanting. Het kan invloed hebben op de gezondheid, de vitaliteit van het beest. En het kan natuurlijk ook veroorzaken dat een dier doodgaat. Maar daar houdt het nog niet bij op, het hele verstoringsproces. Het gaat nog verder. Het kan uiteindelijk ook invloed hebben op de populatie. Hoe groot is die populatie? Maar ook waar bevindt die populatie zich? Dus de distributie van die populatie. En dat is eigenlijk wanneer het echt problematisch wordt. Een gedragsverandering aan zich is niet zo problematisch. Je ziet altijd wel dat een ree eens een keer wegvlucht. Maar dat wil niet gelijk zeggen dat hij ergens in een hoekje doodgaat. Maar uiteindelijk kan dat wel het geval zijn. En er zijn drie factoren die daar invloed op hebben. De eerste is het milieu. Daar kom ik zo direct nog even wat op terug. De recreatiekarakteristieken. Wat voor een type recreatie is het? En de derde is welke soort gaat het? En soms ook in het individu. Er zijn bijvoorbeeld buizerds die hebben een nieuw nest gebouwd boven een mountainbike route. En een kilometer verderop zit een buizerd. En die valt wandelaars en mountainbikers aan, ver van zijn nest. Dus het ene individu is verstoringsgevoeliger als het andere. Wat belangrijk is om te beseffen, dat ieder mens die in natuurterrein ingaat een verstorend effect heeft. En dat verstorende effect is die gedragsverandering of die fysiologische verandering. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of je een wandelaar bent of een mountainbiker. Er zijn 12 studies wereldwijd die daar onderzoek naar hebben gedaan. Wat is het verstorende effect van een wandelaar en van een mountainbiker? En als je die 12 studies bestudeert, blijkt dat het verstorende effect van een wandelaar gelijk is aan die van een mountainbiker. Dus je mag op wetenschappelijk ecologische gronden geen onderscheid maken tussen een wandelaar en een mountainbiker. Helaas zien we dat in de praktijk wel. Wat kan je nou doen om verstoring zoveel mogelijk te beperken? Een belangrijk instrument is zoneren. We hebben zoneren in de tijd, zoneren in de ruimte. Zoneren in de tijd doe je bijvoorbeeld als je zegt van je mag 's nachts niet recreëren. Maar PWN heeft in hun gebieden ook de regel dat je tot 11 uur mag mountainbiken en daarna niet. Dat zijn voorbeelden van zoneren in de tijd. Een andere mogelijkheid is zoneren in de ruimte. Dat doen we eigenlijk altijd al door te zeggen dat je niet buiten paden en wegen mag komen. Maar een andere mogelijkheid is routes. En daar wil ik eventjes op inzoomen. Het is belangrijk om te beseffen dat een mountainbike route voor ons een soort faciliteringsinstrument is. Het is leuk om op te rijden, maar voor terreineigenaren is het een zoneringsinstrument of ook wel een reguleringsinstrument genoemd. Ze willen daarmee het mountainbiken reguleren. Welke impact heeft een route nou op het gedrag van die mountainbikers en daarmee op die verstoring van die dieren? Ik heb daar een paar plaatjes van om dat te laten zien. We hebben hier twee plaatjes. Dat is bij landgoed Bornia van het Utrechts landschap. Hier 2014 en 2015. Het doel van het Utrechts landschap was zoneren. En wat ze wilden doen. De mountainbike route is helemaal in de rand van het natuurgebied gelegd. En dat die kern van het natuurgebied wilden ze vrijhouden van mountainbikers. Ook van andere recreatie overigens. En je ziet in 2014, dan is de route al aangelegd, deels al.
En dan zie je al dat die mountainbike route op deze Strava heatmap er al ontzettend uitkomt. Maar het hardst zie je nog dat er volop gemountainbiked wordt. En dan in 2015 zie je dat er eigenlijk niet meer gemountainbiked wordt in het hart van Bornea. Precies wat we willen. We willen die mountainbikers concentreren op die route en daarbuiten wordt het rustiger. Dit is één voorbeeld. Ik heb nog een ander voorbeeld. Dat is Landgoed en Treek Henschoten. Heb ik een Strava heatmap voor de aanleg van de mountainbike route. Je ziet dat er in dit gebied bij de piramide overal wordt gemountainbiked, op elk pad. Een half jaar na de aanleg zie je die mountainbike route al enorm oplichten. Er wordt enorm veel op gefietst en je ziet het al een klein beetje uitdoven. En een jaar later, een jaar na de aanleg, zie je dat het nog verder is uitgedoofd. De mountainbikers worden geconcentreerd op de route en daarbuiten wordt het veel rustiger. En dat is precies de bedoeling. Een mountainbike route heeft dus een concentrerend effect. Welke impact heeft dat nou op verstoring? Dan ga ik weer even terug naar dat figuurtje wat jullie eerder hebben gezien, van wat is verstoring. Ik heb al gezegd dat ik daar nog op terug zou komen, die recreatiekarakteristieken. Dat zijn allerlei factoren die daar een rol bij spelen. Ik heb zelf ongeveer 250 wetenschappelijke studies verzameld en doorgelezen. En het is ongelooflijk waar onderzoekers allemaal naar hebben gekeken. Het gaat bijvoorbeeld over hoe groot is de groep. Geluid, kleur, snelheid, geur. De hoogte ten opzichte van het dier. Talloze aspecten bepalen hoe groot de verstorende impact is. Maar ook voorspelbaarheid en de frequentie en de omvang van de recreatie. En dat zijn twee dingen die we aanpassen door een mountainbike route. Ik zal er zo direct iets meer over vertellen. En de andere is, we hebben hier milieu staan, de omgeving. En dat gaat over weer heeft invloed, tijdstip op de dag. Tijdstip in het jaar, afstand tot de schuilplaats van een dier. De aanwezigheid van predatoren spelen een rol in hoeverre jij invloed hebt op zo'n dier. Maar ook locatie. En dat is ook iets waar we invloed op hebben met een mountainbike route. Een mountainbike route heeft dus invloed op drie aspecten. Voorspelbaarheid. Als dieren elke keer een recreant op dezelfde plek zien en ze leren dat er geen gevaar van uitgaat, dan gaan ze daaraan wennen. In het Engels noemen we dat ook wel habituation. En dat is een effect wat je graag wil zien. Het volgende aspect wat beïnvloed wordt door die mountainbike route is dus die omvang en die frequentie. En daar heb ik een mooie grafiek voor gemaakt. Hier op deze lijn is zeg maar de verstoring uitgezet en hier is het aantal recreanten. En wat je ziet is dat bij een heel klein aantal mensen de verstoring nog maar heel laag is. En dan knalt die verstoring omhoog bij het toenemen van het aantal mensen. En als het dan alsmaar drukker en drukker wordt, dan zwakt die lijn af. En die loopt dan zo verder. En wat we doen is, die mountainbike route die bouwen we op deze plek met heel veel mensen. Omdat die route een concentrerend effect heeft. En wat je ziet is dat we heel goed gebruik maken van dit stuk van de grafiek. Hier kun je heel veel mensen in kwijt, zonder dat het een grote additionele verstorende invloed heeft. En dat is een belangrijk voordeel van een mountainbike route. Het derde aspect wat beïnvloed wordt door een mountainbike route, is waar we fietsen. Je kunt natuurlijk je mountainbike route daar neerleggen waar het minste effect heeft. Wat we uit de wetenschappelijke literatuur weten, is bijvoorbeeld dat soorten die in bossen leven veel minder verstoringsgevoelig zijn als soorten die op de heide leven of in zandverstuivingen. Bijvoorbeeld vogels op heideterreinen zijn heel erg verstoringsgevoelig. En we hebben het dan over de nachtzwaluw, de tapuit, veldleeuwerik, noem maar op. SOVON heeft ook een studie uitgevoerd. SOVON staat voor Vogelonderzoek Nederland. Naar de effecten van de mountainbike route op broedvogelterritoria. En wat eruit kwam was dat er 29 soorten een effect optrad. Of een zeer waarschijnlijk effect. En van die 29 soorten waren 6 bossoorten. Dat betekent dus dat 23 soorten waar we een effect zagen niet in bossen voorkomen, maar in heide, stuifzand, moerassen en dergelijke. Bij de aanleg van een mountainbike route kunnen we daar dus rekening mee houden. We kunnen het vooral in bos bouwen.
Wat we ook kunnen doen is natuurlijk, is dat als we singletracks bouwen, van waar bouwen we die dan precies? En soms zeggen ecologen wel eens een keer dat het aantal meter pad cruciaal is voor de verstoring. Dat is natuurlijk ook zo, hè, dat speelt ook een rol, maar het is niet de enige. En ik kan dat aan deze figuur laten zien. Hier hebben we twee identieke bossen en we hebben allebei 3 eenheden pad. Hier liggen de paden allemaal verspreid, waardoor dit hele bos wordt verstoord. En hier liggen de paden naast elkaar. Het zal duidelijk zijn dat de verstoring in dit bos veel minder is. En dat is precies wat we doen bij mountainbike routes. We leggen meestal geen single tracks dwars door bospercelen heen. We leggen ze altijd parallel aan een pad. En zo kunnen we ook de negatieve effecten van een mountainbike route enorm verminderen. Als ik het een beetje mag samenvatten. Wat wij doen bij een mountainbike route is wij zoeken naar gebieden waar soorten voorkomen en individuen voorkomen die weinig verstoringsgevoelig zijn. En daar proberen wij de mountainbike route neer te leggen. Dan heeft het een veel minder groot effect als dat veel mensen denken. Bovendien treden die aspecten op van voorspelbaarheid en gewenning. En wat ik zei, als er heel veel bezoekers zijn, hè, met die grafiek. En dan zie je dat de negatieve effecten nog verder gedempt worden. En dan hebben we het over de routezone eigenlijk. Hè. Dat is je hebt de route en dan zeg maar aan weerszijden daarvan, 75 meter, daar zie je dat die verstoring optreden. En natuurlijk, wij concentreren mensen op die route. Daar wordt het veel drukker. Dat is logisch. Hè. Maar daarbuiten wordt het veel rustiger. En daar zit je ecologische winst. Dus je mag het ecologische effect van een mountainbike route mag je ook niet alleen maar onderzoeken op die routezone. Want dan kijk je alleen maar naar het negatieve deel. Je moet het op landschapsniveau bekijken. Kijken, wat betekent het voor de gebieden waar het druk is geworden door mountainbikers. Maar ook daarbuiten. Maar ik hoop wel duidelijk gemaakt te hebben dat er van onze kant van alles wordt gedaan om die ecologische effecten van een mountainbike route, van mountainbike in het algemeen, tot een minimum te beperken. En dat is ook waar ik een goed gevoel bij heb als ik al die routes bouw.